Goedemorgen allemaal op deze stralende winterdag. Buiten is het ijskoud, maar we staan hier onder de mooie warme lampen in Utrecht. Goed dat jullie er zijn allemaal op deze aftrap van de vierde dag van de webinarweek. Week die wij samen met Als Economy samen met Werven organiseren. Voor de zevende keer alweer. En we hebben een prachtig programma voor jullie voor vandaag samengesteld. En morgen is de laatste dag van de webinarweek. Alles over nieuwe manieren van omgaan met talent, het nieuwe kijk op management van talent. Nou, er zitten een aantal hele interessante onderwerpen bij. Die denk ik wel zowel interessant zijn voor de mensen die op een of andere manier het managen van vast talent bezig zijn, maar ook van alles wat met flexibel talent te maken heeft. Goed, wat gaan wij vandaag doen? Nou, ik ga eerst mezelf heel even kort introduceren. Ik ben Hugo-Jan Ruts, de oprichter en hoofdredacteur van Zipconomy. Het platform wat veel van jullie denk ik wel wat kennen. En dat gaat over alles wat met de toekomst van werk te maken heeft. En vooral ook de positie van de zelfstandigen daarin. Zowel voor opdrachtgevers als voor bureaus of voor die zelfstandigen zelf. Nou, wij bestaan 10 jaar dit jaar. Dat was een heugelijk nieuwtje om te vieren. Begin van dit jaar. Dat hebben we niet groots kunnen doen. Helaas door corona. Maar wat een kleine kring. Ik werd verrast door mijn eigen team door een surprise party bij ons op kantoor. Ik zat daar wel in mijn eentje, maar online kwamen ze allemaal op een gegeven moment even langs. En ik kreeg een prachtig boekje uitgereikt met terugblik op die 10 jaar. En dit is ook wel even een moment om voor een shout-out naar onze partners, al onze partners, die ons wel heel loyaal steunen door al die 10 jaar. En ons in staat brengen om onze rol te vervullen in het brengen van nieuws, in het voeren van discussie, in het wakker houden van Den Haag. Maar zeker ook jullie alle brancheinformatie te geven zoals die er is. Dus nogmaals, erg bedankt alle partners. Partners die ook ons in staat stellen om het onderzoek wat we vandaag gaan presenteren te doen. Daar gaat altijd de nodige tijd in zitten. Wij vinden het belangrijk om dat onafhankelijk te kunnen doen. Dus zonder last van beïnvloeding daarin. Maar goed, daar hebben wij wel deze partners voor nodig. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben wat ik vind een heel interessant en gemêleerd programma. Die veel gaat over de trends. Wat speelt er in de wereld van inhuur, in de wereld van management van extern talent. Ik ga straks uitgebreid ons onderzoek presenteren daarover. We hebben om 11:15 een discussie over waar gaat het nou heen met ons sociaal stelsel. Of waar zou het heen moeten gaan? In hoeverre belemmert dat sociale innovatie momenteel? Dan hebben we ons lunchwebinar om 12:30 samen met Mark van Assema en Irine Baarslag over de trends die wat meer inzoomen op de HR-tech kant en op de Total Talent Management kant. Dan gaan we eigenlijk een beetje door met tech om 11:30 over hoe kan je nou een VMS, een vendor management systeem, gebruiken om de kostenbesparing te realiseren. Nou, dat is eigenlijk weer opnieuw staat het op de agenda. Daar begon eigenlijk alles mee 10 jaar geleden. Kostenbeheersing, toen kwam compliance erbij, toen kwam schaarste erbij. En nu zie je natuurlijk in deze tijd van corona eigenlijk al die drie zaken wel weer bij elkaar komen. Dus Manfred Vogels van Beeline heeft daar een interessant verhaal over. En last but not least besteden we aandacht aan de Brexit. Die voor sommigen van jullie zeker invloed heeft als je het hebt over verhaal je nou je talent vandaan. Hoe makkelijk is het toch om een Brit even in te vliegen hier naartoe en hem hier te laten werken. Zeker in Amsterdam gebeurt dat massaal, of gebeurde dat massaal. Hoe kan dat nou nog steeds? Of kan dat nog steeds? Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Maar Gerben Dijkman weet daar alles van in het webinar wat mogelijk gemaakt wordt door Brainet. En het gaat ook voor de andere kant op. Dus in hoeverre kan je nog mensen plaatsen, zowel in detachering als ZZP-constructies, naar de UK toe. Ja, dat is het programma voor vandaag. Als je nog niet hebt ingeschreven voor een van die andere 4 webinars, dan kan dat nog steeds. Dan ga je even gewoon naar webinar.nl of via Zipconomy of via Werven op de banners klikken. En dan kan je alsnog inschrijven voor die andere webinars. Dus wie weet zie ik je daar dan. Wat gaan we dit komende 3 kwartier doen? Nou, wij hebben als Zipconomy een onderzoek uitgezet onder opdrachtgevers over wat staat er nou bij jullie op de agenda in 2021 en 2022. Dus wat zijn de trends
bij jullie. Nou, dat is een survey die nog loopt. Ik hoop dat velen van jullie aan de opdrachtgeverskant hem hebben ingevuld. Dat heb ik in ieder geval wel meerdere keren gevraagd. Als je het nog niet hebt gedaan, altijd leuk om het alsnog te doen. Dit is even de link daar naartoe. En anders staat hij nog in je mail. Hoe meer respons wij hebben, hoe beter het onderzoek is. Maar je hebt er zelf ook wat aan, want als je dat in de lijst invult, dan krijg je, als je daarom vraagt, een wat uitgebreidere rapportage over een week of 3, 4, als we het onderzoek helemaal hebben afgerond, toegestuurd. En dan kan je je eigen situatie ook goed vergelijken met de hele markt, wat andere organisaties daarvan vinden. Maar we zullen ook een aantal dwarsdoorsneden maken om te kijken hoe gaat het wat meer in de overheid, hoe gaat het wat meer in de financiële sector. Dus dan kan je het ook wat meer benchmarken op je eigen gegevens, of je eigen branche beter gezegd. Maar dan hebben we wel je data nodig voor wie dat nog niet gedaan heeft. Nou, ik ga zo meteen even wat zaken presenteren, maar ik heb 2 mensen gevraagd om daar dan even op te reflecteren. En Shanna-Marie van Groenendaal staat in haar huis in België. En Thijs Maarten staat hier naast mij. Thijs, zou jij eens even kunnen beginnen om jezelf even voor te stellen voor wie jou nog niet kent? Ja. Thijs Maters, ik ben aankomende maandag, zag ik toevallig vandaag, 22 jaar in dienst bij Harvey Nash, waar ik nu commercieel directeur ben. En ja, over mijn voorgeschiedenis ben ik al snel klaar, want het is nog steeds mijn eerste baan. Dus ik ben zelf niet het allerbeste voorbeeld van de flexbranche, zullen we zeggen. Maar ja, daar begonnen als recruiter, accountmanager, salesmanager en uiteindelijk als commercieel directeur nu actief. Ja. En dat is hetgeen wat ik het leukste vind, is eigenlijk bij opdrachtgevers aan tafel zitten en kijken hoe we daar inhuur op een slimmere manier kunnen inrichten. Ja, je bent zeker ook bekend als organisator van een bijna jaarlijks event, ja. voor dit publiek. Bijna jaarlijks inderdaad. Bijna jaarlijks, het kon niet doorgaan vorig jaar. Nee. Hebben jullie nog plannen in het achterhoofd om deze hele club weer een keertje bij elkaar te houden? Ja, zodra het kan doen we dat zeker. We hebben ook nog wel nagedacht over online versies, maar dat is toch wel lastig. Want we merken ook dat ons seminar, wat in Nederland het grootste seminar is op inhuurgebied, met afgelopen keer zo'n 300 aanmeldingen. En dat zijn uitsluitend mensen die zelf inhuren, dus uitsluitend organisaties die zelf inhuren, zoals je weet. Ja, die zien dat ook als een soort reunie. En een reunie op afstand is toch wat lastiger als je elkaar niet ziet. Dus ja, zodra de mogelijkheid er weer is, dan willen we eigenlijk iedereen wel weer samenbrengen. Leuk. Nou, we hebben nu in ieder geval wat onderwerpen en wat de harde kant, zeg maar, de informatiekant die je dan normaal doet, die brengen we een beetje hier naar binnen. Shanna-Marie, kan jij je even kort voorstellen? Ja, mijn naam is Shanna-Marie van den Groenendaal. Ik ben docent bij Tilburg University in de opleiding Human Resource Studies, oftewel personeelwetenschapper. En daarnaast ben ik ook onderzoeker bij Tilburg University. En dan doe ik eigenlijk onderzoek naar ZZP'ers vanuit een loopbaanperspectief. En daarin zijn eigenlijk 2 thema's centraal. Dus allereerst meer heterogeniteit onderzoek bij ZZP'ers. Dus wie zijn ze eigenlijk en op welke manier geven ze hun loopbaan vorm? En daarnaast ben ik ook heel erg geïnteresseerd in de arbeidsrelaties tussen ZZP'ers en opdrachtgevers. Van wat gebeurt daar nu eigenlijk in de praktijk? En nou, wat zijn ook de pijnpunten en hoe kunnen we daaraan bijdragen om die op te lossen? En bijna gepromoveerd, hè? Of ben je nou al gepromoveerd? Hoe is het officieel? Nou, as we speak ligt mijn proefschrift bij de leescommissie. Dus ik kan elk moment eigenlijk de feedback krijgen. Nou, laten we hopen dat die wordt goedgekeurd. Goed dat je er bent over een interessant onderwerp. De positie van de zelfstandige. Maar we zullen het vandaag wat meer inzoomen over die relatie tussen die zelfstandigen en de opdrachtgevers. En wat ook goed opdrachtgeverschap is. Maar daar weet jij alles van, dus daar gaan we het met jou uitgebreid over hebben. Goed, dan het onderzoek. Ik heb wat data voor jullie en wat data verzameld. Het is een voorlopig onderzoek, maar we hebben behoorlijk wat respons al. Dus ik geloof wel dat dit aardige wat cijfers zijn. Ik benoem ze even, jullie zien ze ook in het beeld, zodat je het even na kan kijken. En dan ga ik ze even bespreken met Shanna en met Shanna-Marie en met Thijs. Ten eerste, wat is nou de verwachting van de inhuur van opdrachtgevers? We hebben het een beetje uitgesplitst in verschillende categorieën om te kijken of daar nog wel wat verschillen in zitten. Dan is het donkerblauwe, is dus het percentage wat mensen zegt dat de inhuur van die categorie extern personeel
enigszins gaat afnemen. Als het in het groen staat, dan zou het sterk afnemen. En de andere kant van die gele balk zijn dan de groeicijfers. Nou, dit zijn geen enorme uitslagen. Geel blijft ongeveer hetzelfde, dus dat is eigenlijk bij elke categorie wel zo goed als de hoogste categorie. En we zien bij zelfstandige professionals, wel, ik vind wel in zekere zin opvallend dat aan de ene kant de kwart ongeveer zegt van nou, we gaan minder inhuren, maar toch ook wel weer een flink percentage dat zegt we gaan juist meer inhuren. Als je dit nog wat verder inzoomt op het grootbedrijf, want dit zijn eigenlijk al onze respondenten, maar ik heb even uitgelicht wat bijvoorbeeld de bedrijven zeggen die meer dan 5000 mensen inzitten. Dan zie je die extremen nog wat groter bij de inhuur van zelfstandigen. Er zijn nog iets groter dan die minder inhuren. En er is nog wat groter percentage die zegt, ja, we gaan juist meer inhuren. Ik vind Statement of Work ook wel een interessante uitslag, omdat wij hadden dinsdag een interessant webinar over wat is nou precies Statement of Work en hoe past dat dan binnen je inhuurprogramma. Nou, zeker nog een onderwerp wat nog eens eventjes terug te kijken is voor wie dat interessant vindt. En ik zie hier staan dat met name Statement of Work eigenlijk de grootste categorie is waar wat daling in verwacht wordt. Thijs, Statement of Work, dat is wel een onderwerp, denk ik, waar jij ook wel een visie op hebt. Herken je dit een beetje, dat Statement of Work juist minder wordt? Terwijl ik eigenlijk denk, ja, het groeit alleen maar omdat het vaak ook niet inzichtelijk is. Dat laatste is een belangrijke reden waarom de Statement of Works afgesloten worden. Het is vaak een beetje window dressing. Wat ik heel vaak gezien heb bij bedrijven is dat er een budget is voor inhuur, voor externe capaciteit. En er is een budget voor projecten. En op het moment dat er dan een strategie is om die inhuur terug te brengen, krijg je een soort wet van balancerende vaten. Dan zie je dat het aantal statement of works sterk toeneemt, omdat er dan vanuit dat potje schijnbaar nog wel geld is. Dus je ziet exact dezelfde externe, die eerst op een inhuurbasis ingezet is, zie je daarna verschuiven naar een statement of work en nog steeds exact dezelfde werkzaamheden doen. Ja, dat lijkt mij niet echt de meest zinvolle actie en de meest zinvolle reden om een statement of work af te spreken. Ja. Ik denk dat het idee van een statement of work is dat je een resultaatverplichting hebt, daarop afrekent en op die manier probeert ja, om in ieder geval ook de KPI's te bewaken en ervoor te zorgen dat iemand binnen een bepaalde tijd zijn klus afgerond heeft en niet het verschuiven van het ene potje naar het andere potje. Ja. Ja, duidelijk. Ik zie hier een vraag en stel ze gerust hè, tussendoor en dan kunnen we ze ook doen. Iemand die vraagt van ja, maar is interim management niet hetzelfde als ZZP? Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Esther. Over het algemeen zijn interim managers ook zelfstandigen. Dus er zit een overlap tussen. We hebben wel gemeente om ze er even uit te lichten om te kijken van is er nog een verschil tussen echt het topsegment van het inhuur van externe en de wat meer mainstream inhuur van zelfstandig. Vandaar dat we die even uit elkaar hebben getrokken. We hebben ook een vraag van waarom ga je dan anders inhuren? Waarom ga je eventueel meer inhuren? Waarom ga je meer inhuren? Nou, 36% kunnen jullie zien zegt, ja, er is gewoon nog echt veel schaarste aan goed personeel. 31% zegt, nou, we gaan iets minder inhuren omdat we wat meer focus hebben op de total workforce approach en op interne mobiliteit. En een kleine kwart zegt, ja, COVID betekent besparingen, betekent meer druk op kosten, dus ook meer of minder inhuur. Thijs? Als ik kijk naar onze klantenkring, dan zie je eigenlijk een shifting in tweeën. Je hebt de bedrijven die hele grote infrastructurele projecten hebben lopen. Ja, die blijven gewoon onverminderd inhuren. Neem even een belastingdienst of partijen die in de energiebranche actief zijn, die gewoon wettelijk ook targets opgelegd gekregen hebben om toe te werken naar renewable energy. Die projecten blijven wel gewoon doorlopen. Want ja, dat zijn gewoon langjarige projecten. Dat wordt niet in één keer minder omdat het macro-economisch toevallig even wat minder gaat. Aan de andere kant heb je de sectoren zoals een KLM en een Schiphol, die wel direct geraakt worden door wat er nu met de pandemie gebeurt. Ja, die zie je ook dat die gelijk ingrijpen. Dus daar zijn de effecten gelijk zichtbaar. Dus ja, niet alle sectoren zijn even hard getroffen. De verzekeringssector draait in principe prima door. Telecom draait prima door. Overheid draait gewoon prima door. Daar merken we eigenlijk helemaal niks aan. Ja. Sterker nog, wij zijn afgelopen jaar zelf 25% gegroeid.
ook een beetje op toeval dat we in de juiste sectoren zitten. Dus er is niet zo heel veel met dat wij nou zo geweldige dingen gedaan hebben. Maar dat heeft ook wel te maken met dat we juist in die sectoren zitten waar we zien dat die projecten gewoon doorlopen. Ja, ja. En ik denk wel dat naar de toekomst toe, op basis van die macro-economische ontwikkelingen, het zou natuurlijk goed kunnen dat de overheid moet gaan bezuinigen in een volgend kabinet. En dat is al snel aanstaande. Omdat er heel veel geld aan steunpakketten uitgegeven wordt en er ook aan de inkomstenkant minder inkomsten zijn. Dus mogelijk dat de overheid wel naijlt en op een later tijdstip ook wel naar bezuinigingen moet gaan grijpen. Maar er is vooralsnog geen sprake van. En het is ook niet terug te zien bij ons in het aantal aanvragen en de groei die we doorgemaakt hebben afgelopen jaar. Als we die schaarste hebben laten we wel wezen, ik bedoel, dit onderzoek gaat vooral over wat hoger opgeleide zelfstandigen. Zeg maar ook de nieuwe zelfstandigen die de afgelopen 10 jaar op de markt zijn gekomen. Die schaarste blijft gewoon urgent. Ik hoor her en der niet geluiden dat mensen zelfstandigen massaal overstappen naar een vast contract of aanbieding. Wij ook absoluut niet. Sterker nog, we zien nog steeds dat er een schaarste is. Dus op aanvragen die binnenkomen is nog steeds goed zoeken naar de juiste zelfstandige om ingezet te krijgen. Dus daar zien we ook niet heel veel verschil in. Ja. En ik denk ook niet dat dat heel snel zal gebeuren. Ik moet zeggen, als wij gewoon kijken naar onze klantenkring, dat over het geheel genomen er eigenlijk afgelopen jaar eerder nog een sprake was van groei in het aantal inhuurkrachten dan een daling. Ja, ja. Dus dat zal die schaarste ook niet ten goede komen. Ja. Jeanne-Marie, jij spreekt veel zelfstandigen. Je zit over loopbaanperspectief. Deze cijfers geven aan, sommige markten groeien wel, andere gaan juist krimpen. Wat is jouw observatie? Wat is ook jouw advies naar zelfstandigen toe? Ja, want ik ben het inderdaad eens met wat net verteld werd. Het aantal ZZP'ers is nog steeds aan het stijgen. Het loopt alleen maar op. En dat betekent ook dat je ze steeds vaker zult gaan tegenkomen in organisaties. En wat belangrijk is, denk ik, als ZZP'er, zeker als je in een sector zit waarin je flink geraakt wordt, is dat je wel blijft investeren in jezelf. En dat je een goed balans gaat zoeken tussen bepaalde generalisme en een soort van specialisme. Dat je wel je vakmanschap blijft bewaren. Want ik denk zeker dat er ook in de toekomst dat het stukje vakmanschap steeds belangrijker wordt. Dat we echt specialisten nodig hebben. Maar dat deze pandemie eigenlijk wel heeft laten zien dat je ook moet investeren in dat generalisme. En dat zit ook een stukje in de flexibiliteit en een stukje adaptief vermogen. Maar ik denk echt dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon in de running blijft. Dat je jezelf laat zien, dat je jezelf laat blijven zien. Dat je niet als een soort van verdwijnt. En dat je wel gewoon je zichtbaarheid hoog houdt. En dat je gewoon onder de mensen komt en blijft netwerken. En zo kom je er denk ik wel. Ja. Oké, dankjewel. Even één vraagje tussendoor. Iemand vraagt over wat is de groep die wij ondervraagd hebben. Nou, we zitten nu ongeveer op een 100-tal organisaties die structureel extern personeel inhuren. Dus dat is ongeveer de groep. Daar zitten de grote bedrijven, dus 5000 plus, zijn daarin oververtegenwoordigd. Dat heeft ook wel een beetje te maken met waar Syconomy voor staat. Wat onze achterban zijn, dat zijn toch wel de organisaties die over het algemeen in ieder geval vorm van beleid hebben voor het inhuren van externe. Echt klein MKB en dergelijke, dan gaat het vaak wat meer het random. En die zitten wat minder in deze doelgroep. Als je het hebt over, en dat is natuurlijk een discussie die wij al 10 jaar voeren, Thijs, van wie is er nou binnen een organisatie verantwoordelijk voor het inhuren van extern personeel? Nou, die vraag die hebben wij ook gesteld, van wat is nou jouw, als je die lijst invult, welke vakgebied herken je het meest in, dan is dat natuurlijk al jaren een soort van gevecht tussen, is dat nou HR of is het nou inkoop? In de respons die wij hierin hebben, we zagen dat van de week ook wel in een eerder webinar onder de kijkers, dat dan groeit wel het percentage mensen die zeggen, nou, ik heb een HR of een recruitment achtergrond. Voor degenen die zeggen van, nou, wij zijn verantwoordelijk voor het inhuren van extern personeel. En ik pak ook gelijk maar even de andere slide erbij. Want dit is ook wat wij gevraagd hebben, is van waar ligt nou de verantwoordelijkheid bij welke afdeling? Dan zie je iets boven de 30% dat het de verantwoordelijkheid voor inhuren van extern personeel ligt bij HR. Maar ook bijna 40% zegt het ligt verdeeld over meerdere afdelingen. Ja, ik kan me herinneren van een flink aantal jaar geleden inmiddels. En het is goed om te zien dat dat nu wel wat verandert qua cijfers. Maar je kunt je nog herinneren, want volgens mij was je daar ook bij aanwezig, bij een van die seminars waar je het net over had.
hadden wij stemkastjes en hebben we aan het publiek gevraagd welke bloedgroep vertegenwoordigt u. Dat was de eerste vraag. 80% in de zaal was inkoop, 20% in de zaal was HR. En dat is een jaar of 6, 7 geleden, denk ik. Ja, misschien iets. Ja, denk ik zoiets. Ja. Een jaar of 8 misschien wel inmiddels. Ja. De tweede vraag was, waar zou inhuur volgens u primair horen te liggen? En toen was het precies andersom. Toen gaf 80% aan bij HR en 20% bij inkoop. Waarop wij nog gekscherend zeiden, volgens mij hebben alle inkopers gezegd, doe maar naar HR. En hebben alle HR-mensen gezegd, doe maar naar inkoop. Want die cijfers die matchten precies. Nou, ik denk dat in de praktijk het natuurlijk een verantwoordelijkheid is voor beide. Even heel simpel gezegd, want al te ingewikkeld is dat niet. Ik denk HR vanuit de strategisch personeelsmanagement kant. Wat wil je met flex doen? Wat wil je met vast doen? Interne mobiliteit die daar ook bij komt kijken. Dat is een hele duidelijke HR-component. Maar als het gaat om de contractering, de KPI's meten, contractmanagement, leveranciersmanagement. Ja, dat is echt iets waar inkoop heel veel verstand van heeft. Dus ik denk dat die combinatie, en die zien wij bij vrij veel opdrachtgevers steeds meer terug, dat we aan tafel zitten met inkoop voor het contract, de KPI's en de evaluatie. En met HR samen zitten over, joh, waar gaan we naartoe en hoeveel externe huren we nu in, risico's op inhuurgebied en dat soort zaken meer. Dus ik denk dat, waar ook vrij veel respondenten aangegeven hebben over meerdere afdelingen, dat lijkt vanuit mijn optiek het meest logische antwoord. Ja, als ik kijk, er was ook best een grote groep die zegt van, ja, ik pas eigenlijk niet in één van deze categorieën, maar ik zit in het vakje overige. Als je daar even doorheen kijkt, dan zeggen ze vaak, ja, ik zit bij een inhuurafdeling. Ik geloof ook wel dat inhuur wat dat betreft een apart vak aan het worden. Ja, dat is een goede vraag wel. Want we zien heel vaak dat in het verleden mensen op de inhuurdesk, zoals het dan vaak genoemd werd, de hiring desk of equivalenten daarvan, die werden vaak recruiters genoemd. Maar echt heel veel met recruitment zelf had dat natuurlijk niet te maken, omdat ze niet zelf actief kandidaten uit de markt halen. Dat zou misschien kunnen met een direct sourcing, maar dat is nog vrij beperkt als je dat in de markt ziet. Maar het zijn meer mensen die het proces begeleiden. Ja, hoe je zo'n afdeling dan noemt, hè, de inhuurdesk, een inhuurconsultant, ja, dan zou dat misschien de categorie overig kunnen zijn. En dat is echt wel een specialisme geworden. Ja. Vroeger werd het erbij gedaan door of een inkoper, of iemand vanuit HR, of iemand die ze nog ergens vonden die het wel leuk leek om dit te gaan doen, want het was niet echt een officieel bestaand beroep. En wat je nu ziet, is dat het echt wel een specialisme geworden is. Ja. En er flink wat mensen zijn die zich hier volledig op toeleggen. Ja. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Ja. Zeg, Jeanne-Marie, jij zit bij HR Studies in Tilburg. Dit is bijna een open deur natuurlijk. Als ik aan jou vraag, wie zou zich nou met externe bezig moeten houden? Ik denk dat jij HR al gauw roept. Wat vind je van wat Thijs net zegt van inhuur, die combinatie van de harde kant en zachte kant, zo zeg ik het maar eventjes. Inkoop en HR, het zou misschien ook wel een eigen vak moeten worden. Moeten we naar een opleiding, een master studies inhuur of een hbo-studie inhuur extern talent? Ja, ik ben het zeker wel eens met wat net gezegd werd. En het lijkt me wel heel erg goed dat er, want dat mis ik nu nog een beetje in de opleidingen, is dat er weinig wordt voorbereid op de toekomst van werk. Met al die trends die er aankomen, daar zit bijvoorbeeld ook robotisering in. Maar ook een andere manier van managen van mensen. Want het gaat niet alleen maar over het vaste personeel. En ik denk echt dat we steeds meer ZZP'ers of freelancers, externe, zullen gaan tegenkomen in organisaties. Dus ik denk zeker dat er wel nog wat werk aan de winkel is om mensen voor te bereiden, om ook met die andere soort mensen om te gaan. Met dus die externe. Want wat ik dus ook wel zie in mijn onderzoek naar die arbeidsrelaties tussen ZZP'ers en opdrachtgevers, is dat organisaties willen heel graag gewoon mensen goed behandelen. En zeker als je dan HR-mensen vraagt, dat zijn echt wel de people-mensen. Maar wat we nu heel vaak zien is dat is precies dat die inkoop, die zit vooral op de contractering. En de HR blijft een beetje achter. Terwijl ik denk, ja, dat zijn ook gewoon mensen met ambities en doelen. En dat HR-verhaal, dat HR-beleid mag veel meer doorgetrokken worden. Ook op die arbeidsrelaties met ZZP'ers. Maar ik heb het idee dat er dus nu heel weinig bewustzijn en kennis is over, ja, we willen wel, maar hoe doe je dat dan? En daar is nog werk aan de winkel. En ik denk dat de focus ook nog wel behoorlijk blijft hangen als je het hebt over onze wereld, zeg maar, dat het veel gaat over de inhuurkant. Dus eigenlijk het proces tot iemand aan de slag gaat. En misschien nog net de eerste dag, hè, dan hebben we het over onboarding van externe. Maar dat daarna het los wordt gelaten. En ik denk dat daar met name ook het stuk zit waar jouw interesse zit en waar nog veel winst te behalen valt. Gaan we het straks nog even over hebben als we het over goed opdrachtgeverschap
hebben. We hebben ook de vraag gesteld, en die komt ook regelmatig voor, in welke volwassenheidsfase zit je nu? Nou, ik geloof dat dat modelletje met die 5 fases aan jullie niet meer hoef uit te leggen wat nou wat is. Maar 38% zegt nu van wij zitten in volwassenheidsfase 4. Dat wil zeggen dat we naast de regiefunctie hebben, centraal in regisseren van het inhuren van extern personeel, ook een zeker strategisch inhuurbeleid hebben. Dus dat is wat verder dan alleen maar puur de regiefunctie. En dan zegt, dat is het laatste vakje, een 13%, wij doen dat total talent. Acquisitie, dus dat wil zeggen dat de inhuurprocessen en de recruitmentprocessen van vast personeel vanuit één visie en soms ook vanuit één systeem gedaan worden. Wat interessant is, Thijs, is dat wij 5 jaar geleden dezezelfde vraag hebben gesteld voor jullie. Ik heb hem hier nog liggen. Mooi rapport hadden we toen. En hebben we diezelfde vraag gesteld. En ik heb hem er nog even bij gepakt. En wat wij toen vroegen is van hoe staat het nu? En wat verwacht je wat de situatie is over 3 jaar? Dus in 2015 vroegen wij mensen, hoe staat het ervoor in 2018? En dat is alweer 3 jaar geleden. Toen zei 50% van de respondenten, en dat is ongeveer dezelfde publiek dan wat we nu gevraagd hebben, over 3 jaar doen wij aan Total Talent Acquisition. Nu vragen we het, en nu is het van 10% gegroeid naar 13-14%. Thijs. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is vaak een wens die uitgesproken wordt, maar de praktijk is vaak wat weerbarstiger, denk ik. Je wordt toch wel vaak ook geleefd door de waan van de dag. En niet op alle vlakken kun je altijd je wensen en je strategieën ten uitvoer brengen. Je had het straks al over die schaarste op de arbeidsmarkt. Als je bijvoorbeeld als strategie op een gegeven moment hebt dat je minder extern wil inhuren en meer met vast personeel wil doen. Dat is natuurlijk een prachtig mooie ambitie. Maar op het moment dat die mensen er niet zijn, simpelweg, en je wel terug moet vallen op externe, dan is dat een ambitie die je door externe factoren niet waar kan maken. Dus ik denk dat als je de vraag stelt, het vaak de wens uitgesproken wordt. En als je nu kijkt waar we nu staan, dat het nog niet de vlucht genomen heeft die toen eigenlijk uitgesproken werd, dat het ook met dat soort externe factoren te maken heeft. Dus ja, daar kun je niet altijd evenveel aan doen. Je hebt gewoon ook te maken met het feit dat er gewoon op sommige vakgebieden te weinig mensen zijn. Ja. Geloof jij in het concept van Total Talent Acquisition? Ook in de zin dat je die, ook op procesniveau, die dingen gewoon echt heel erg door elkaar... Ja, dan moet ik oppassen wat ik zeg. Want ik wil niet overkomen als iemand die het allemaal helemaal plat gaat slaan. Ja. Ik vind wel dat er over sommige dingen iets te fancy gedaan wordt. Om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Ik denk dat bij heel veel zaken gewoon ook logisch nadenken is. En ik zie welke zaken er misgaan op inhuurgebied nog steeds. Dat zijn het hele basale dingen. Bijvoorbeeld... iets heel simpels, er wordt nog steeds, als men met preferred suppliers werkt bijvoorbeeld, nog steeds heel veel ingehuurd rechtstreeks door de business, in plaats van door HR of inkoop, dus in plaats van een centraal geleid proces, tegen tarieven die ook niet in de ratecard staan bijvoorbeeld, die niet vastgelegd zijn. Dus heel veel maverick buying heet dat in inkooptermen. Kortom, inhuur buiten gecontacteerde partijen om, rechtstreeks door inhuur en manager zelf, in plaats van door een centraal proces, tegen andere tarieven dan die afgesproken zijn. En dat soort basale dingen vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ja. En dat zouden dingen zijn die ik persoonlijk als eerste aan zou pakken. Want we hebben daar vaak onderzoek naar gedaan. En we zien dat ook omdat wij contractbeheer doen voor de non-preferred. Maar zelf ook detacheren volgens de tarieven als preferred supplier. Ja, daar zit standaard tussen de 5 en de 15% verschil tussen in spend. En als je dan realiseert dat er nog steeds bedrijven zijn die 50% van hun inhuur bij non-preferred suppliers inhuren, ja, dan zie je dat daar al een enorme besparingsmogelijkheid ligt. Ja. En dat soort basale dingen, om dat gewoon goed onder controle te krijgen. Pas als je dat onder controle hebt, kun je echt weer gaan denken aan een volgende stap met Total Talent Management. Ja. Ja. En ja, ik zou eerst bij die basis eens beginnen, alvorens door te slaan naar die integratie van beide. Waar ik overigens wel in geloof. Ja, ja. Ja, oké. Okay. We zullen dat zeker later vanmiddag nog eens een keertje flink doorakkeren met onder andere Mark van Assema, die dan de auteur of mede-auteur is van het eerste boek wat over Total Talent Acquisition gaat. Ja. Eigenlijk Total Workforce Management zelfs. Misschien nu, Jan, ik zie nog een reactie binnenkomen. Ik ga daar even een reactie op geven. Ja, iemand geeft aan van, joh, het komt omdat de inhuurmanager zelf ook een netwerk heeft. Ja, en van, joh, breek je een beetje van eigen parochie. Zo is het niet bedoeld. Ik ben niet tegen het feit dat managers zelf ook kandidaten hebben in hun netwerk die goed zijn en op zo'n functie zouden passen. Waar ik voor ben, is dat het gestroomlijnd wordt, ook via een centraal punt
En dat dat centrale punt toeziet op en de contractuele voorwaarden. En zeker ook op de tarieven. En in ieder geval het proces gewoon goed stroomlijnt. Dus het is niet zo dat die managers nooit meer hun eigen kandidaten mogen voorstellen. Verre van. Ja. Maar ik denk wel dat dat gewoon gecoördineerd moet worden. En ook in lijn moet liggen met de overige inhuur. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk nuanceverschil is. Ja. Ik denk dat, dat een clash die er ook wel gaat als je het hebt over total tenant acquisition. Dat er toch twee gescheiden processen zijn. Is dat je op dit moment natuurlijk ook niet een enorme overloop ziet van mensen die van ZZP-contracten vastgaan of vice versa. En de tweede, en dat is eigenlijk een brugje naar deze slide. Is dat de wetgever... de overheid natuurlijk juist een grote onderscheid wil gaan maken tussen ben je nou werknemer en ben je nou zelfstandige. Dat maakt eigenlijk, dat houdt dat idee van de total talent acquisition, van we hebben één bak met talent en dat contract, ach dat is maar een detail, maar houdt dat natuurlijk wel een beetje tegen. Ik denk dat we over deze slide op zich een heel webinar hadden kunnen doen, namelijk wat is nou precies die webmodule en gaat die gebruikt worden. Dit is een onderwerp wat we op Subcommy natuurlijk veel besproken hebben, waar ook veel van nieuwsgierigheid naar is. Nou, wij hebben maar eens aan jullie gevraagd aan de opdrachtgeverskant van maak je die gebruik of ga je gebruik maken van de webmodule? Nou, om te beginnen zegt de kleine 10% webmodule, wat is dat eigenlijk? Nou, dat is op zich ook interessant. Iets meer dan 10% ja, we gaan het gebruiken. En sommigen zeggen nou, of een flinke groep zegt, we gaan hem mogelijk gebruiken. Maar er is ook wel een behoorlijke groep die zegt, nou, we gaan hem zeker niet gebruiken. Wat de vragen, de motivatie die hieronder ligt, is soms heel simpel. Ja, wij huren niet rechtstreeks in. We doen het altijd via een bureau of via een broker, een MSP. Dus dat is ook niet aan ons. Nou, dat klopt op zich. Onhandig is wel van de webmodule dat er geen webmodule nog is voor die bureaus. Dus zij kunnen hem zelf niet gebruiken. Dat is wel een omissie in deze pilotfase. En er zijn dus een grote groep die zegt, ja, maar ik weet het eigenlijk niet. Is die nou wel handig? Ik krijg er geen zekerheid uit. Dus ik weet het nog even niet. Ik denk wel dat dit vrij pijnlijke cijfers zijn voor de beleidsmakers. Want het is nu een pilot. En die pilot gaat ook alleen maar werken als mensen hem ook massaal gaan invullen. Dan ga je kijken. Wij hebben ook Tweede Kamerleden gevraagd, en daar komen wij volgende week mee met een artikel over, hoe kijken jullie er nou tegenaan? Een beetje richting campagnetijd ook. En ik moet zeggen, daar trekken behoorlijk wat Kamerleden ook wel hun handen een beetje af van die wetmodule. Dus ik denk dat het nog steeds een nuttige exercitie is intern om te doen, om te kijken hoe zit het nou eigenlijk, voldoe ik nou aan de huidige normen? En als je een beetje in het grijze gebied zit, loop je eigen processen nog eens door of ga in gesprek met je adviseurs of met je leveranciers van flexibel personeel. Hoe kunnen we dit goed krijgen? Maar ik durf hierbij wel te stellen dat wat mij betreft die webmodule, dit wordt niet de doorbraak in die hele wet DBA discussie. Hij is niet van tafel, hij gaat niet weg, maar het lijkt mij sterk dat in de formatie als partij weer nieuwe afspraken hierover moeten gaan maken, hier echt vol op in in gaan zitten. Ik weet niet of jij er nog iets over kwijt wilt, Thijs, anders gaan wij gewoon lekker door naar de volgende. Nee, sluit me daar een grote lijn ook bij aan. Ja, ja. Goed, gaan we naar het onderwerp goed opdrachtgeverschap. Wij hebben daar een aantal jaren geleden al eens een keertje onderzoek gedaan, ook met de Universiteit Tilburg. Degenen die ons al wat langer volgen, kunnen zich dat vast nog wel herinneren. En van, hoe zit het nou met die, we noemden dat dan duurzame arbeidsrelaties tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. En wat kan je daar nou in verbeteren? We hebben de eerste vraag maar eens gesteld aan opdrachtgevers van, hebben jullie een actief beleid voor goed opdrachtgeverschap? Ik was er wel over verrast. Meer dan 60%, net iets meer dan 60%, die zegt, we hebben een actief beleid daarin. En wij hebben ook gevraagd van, waar staat nou goed opdrachtgeverschap voor jullie voor? Wat is dat nou eigenlijk? Nou, 20% zegt, nou, het gaat voor mij vooral over geen misbruik maken van de wat meer kwetsbare groepen in de flexmarkt. Iets meer dan de helft zegt, van, het gaat ons om het sturen op een optimale samenwerking tussen ons als opdrachtgever en die zelfstandigen, zodat opdrachten ook gewoon inhoudelijk beter gaan. 9% zegt, ja, het gaat ons om de duurzame inzetbaarheid. Want als we niet investeren als bedrijf daarin of als branche daarin, dan krijgen wij misschien ook wel niet de juiste zelfstandigen over een paar jaar. Dan hebben we daar een mismatch. Dus daarom moeten we een goed opdrachtgeverschap doen. En 11% zegt het gaat voor ons om ontbinden. Als wij een goed opdrachtgever zijn, dan
trekken wij ook de betere ZZP'ers aan, uit de markt. En dan kunnen we ook gewoon blijven samenwerken met bepaalde zelfstandigen. Dus dat is voor ons het belangrijkste motief. Nou, Sharon, wat vind je hiervan? Allereerst heel interessant. Wat ik ook al, wat ik dus net ook zag en wat je ook zei, Hugo-Jan. Dus volgens mij 6 op de 10 gaf aan goed opdrachtgeverschap te willen investeren. Nou, daar word ik in ieder geval heel blij van. Want dat betekent dus dat er wel ruimte komt. Bij die andere slide, met die nu open staat. Ik denk dat het echt heel waardevol kan zijn om dus inderdaad te gaan investeren in die duurzame inzetbaarheid van ZZP'ers. Jammer dat het percentage daar het laagst is. Maar ik denk echt dat als je daarin investeert, dat je andere zaken meteen meepakt. Dus als je inderdaad investeert in die duurzame inzetbaarheid, dan worden die ZZP'ers ook minder kwetsbaar. Dus dan pak je die eerste van, hè, geen misbruik maken, die pak je meteen mee. En van daaruit komt er ook die optimale samenwerking, omdat je op die manier ook het netwerk en de professionele ontwikkeling van die ZZP'ers kunt ondersteunen, waardoor ze ook daadwerkelijk beter kunnen gaan samenwerken als ze dan bij jou in de organisatie zitten. Ja, want jij, dat is ook een beetje jouw onderzoek en jouw achtergrond. Jij zegt van ja, je moet het iets breder kijken dan alleen maar die focus op dat die ene opdracht gewoon beter verloopt. Wat ongetwijfeld ook belangrijk is. Maar je hebt ook een groter doel. Er zal ook meer moeten gebeuren. Ja, absoluut. Ja, ik denk echt die duurzame inzetbaarheid. Daar zit nog zoveel ruimte om te gaan ontwikkelen. En dan pak je gewoon al die andere factoren ook mee. En dat klinkt misschien als een soort van utopia in de zin van, nou, dat is iedereen happy, healthy en productive op die arbeidsmarkt. Ja, en dat denk ik wel. En ik denk ook dat je dus daarmee ook als organisatie gewoon winst gaat pakken. Omdat je ze ook en gaat binden en je krijgt een betere samenwerking. Je hoeft je ook niet meer zo druk te maken om de kwetsbaarheid. Omdat je dus ze helpt en ze ondersteunt in die duurzame inzetbaarheid. Als in professionele ontwikkeling en netwerken. Een van de meer fundamentele discussies daaronder is natuurlijk ook dan van wie is daar nou uiteindelijk verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers? Waar ligt de verantwoordelijkheid zeker ook voor het individu zelf, de zelfstandige professional? En de derde misschien nog eens een keertje, ja, wat is de rol en de positie van de bureaus hier nou in? Maar wij eens even te beginnen over dat eerste dilemma. Wie moet hier nou voor zorgen? De zelfstandige of de opdrachtgever? Nou, om eerlijk te zijn, ik denk wel die ZZP'er. Uiteindelijk, je hebt de lusten en de lasten als ondernemer. En je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen hachje. Maar ik proef nu wel een beetje dat organisaties nog iets te veel zich terugtrekken. En denken, ja, jij bent hier de ondernemer, dus los het zelf maar op. En ik denk dat er eigenlijk met heel weinig moeite en gewoon door het gesprek aan te gaan. Dat je wel al dichter bij elkaar kunt komen. En met hele kleine stappen die ZZP'er echt kunt ondersteunen. Dus ik zie daar wel een gedeelde verantwoordelijkheid, waar een organisatie volgens mij nog niet zo goed weten hoe ze dan kunnen breiden en op welke manier binnen de regels van de wet en regelgeving. Hey, kan je eens een klein voorbeeld geven wat zo'n klein stapje zou kunnen zijn? Ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, die ZZP'er gewoon eens een keer een soort van podium geven in de organisatie. Ik heb bijvoorbeeld heel veel interviews gedaan met ZZP'ers en zij gaven gewoon aan van als ik gewoon eens een presentatie mag houden over mijn kennis en expertise, dan krijg ik en zichtbaarheid in de organisatie, dan gaat het netwerkballetje rollen, ik krijg weer feedback op mijn kennis en kunde. En het mooie daarvan is, als je die ZZP'er dus podium geeft in de organisatie en hij of zij gaat dus de mogelijkheid krijgen om expertise te delen, dan krijg je die expertise ook. En dan komt daar ook weer een soort van beweging in binnen de organisatie. Interessant. Thijs, stel, jullie bemiddelen een bepaald profiel veel en ze zijn straks gewoon op. Of die groep zelfstandigen die zit niet meer op het kennisniveau dat jullie klanten willen. Daar hebben jullie ook last van. Vervolgvraag. Ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor bureaus als Harvey Nash? Om die duurzame inzetbaarheid wel wat meer op de kaart te zetten. Nou, om even terug te pakken nog op het thema wat net besproken werd. Over bijvoorbeeld die kennisoverdracht. Niet zozeer dat daar aan de bureaukant een enorme rol gespeeld kan worden. Maar wat wel grappig is, dat de ZZP'ers zeggen van joh, ik vind het leuk om mijn kennis te delen. En die kennis ook aan collega's over te dragen. En een veelgehoorde klacht, als er extern ingehuurd worden, is vaak veel zijn extern inhuren en hij is weg. Dan stroomt die kennis ook weer uit, daar hebben we er niks meer aan. Dus ja, dat is wel een reden om dan niet in te huren. Dus een ZZP'er, als ik het zo beluister, wil heel graag zijn kennis overdragen. De opdrachtgever Ik vind dat een enorm gemis dat niet gebeurt. Ja, wie daar ook de lead in neemt. Op zich
lijkt me dat een ideaal huwelijk voor kennisoverdracht. Ja. En ik denk dat die kennisoverdracht altijd wel een belangrijk punt is binnen een organisatie. Als het gaat om het opleiden van het op de hoogte houden van je kennis, dat is aan de bureaukant heel erg lastig te sturen. Mm-hmm. Je kunt moeilijk zzp'ers aangeven wat ze zouden moeten gaan doen. We hebben daar wel gesprekken over, van welke kant het op gaat, welke ontwikkelingen we zien. Maar ja, dat is ondernemen. Ondernemen is ook investeren in je eigen kennis. En ook ervoor zorgen dat je relevant blijft. En dat je marktwaarde op het juiste niveau blijft. Dus dat is toch wel echt de verantwoordelijkheid van de zzp'er zelf. Ja. Het enige wat je kunt doen is daar het erover hebben. Ja. Je ziet in deze periode, volgens mij was het ook nog iets wat in het onderzoek terugkwam. Er wordt juist nu minder geïnvesteerd in kennis en kunde in deze periode. We zien het ook terug dat mensen nu vooral heel veel uren aan het maken zijn. Veel meer als pre-corona. Op zich snap ik dat ook wel, want op vakantie gaan ze niet bij, dan kun je beter gewoon doorwerken. En ik denk dat mensen ook wel wat angstig zijn dat het misschien zo meteen minder zou kunnen gaan en daardoor ook doorwerken. Maar dat gaat ook wel enigszins ten koste van opleidingen. Ja. En nu uren maken en nu zoveel mogelijk in ieder geval omzet draaien. Voor als het straks mogelijk minder gaat. Dus ja, onzekerheid brengt ook wel weer vaak met zich mee dat er op dat vlak weer minder geïnvesteerd wordt in opleidingen. Ja. Dus ik denk dat op dat vlak dit niet de beste periode is om relevant te blijven. Nee. Mensen hebben het of te druk. Ja. Of ze zijn bang, ik heb nu geen omzet, dus ik ga geen geld uitgeven. Dat is een beetje de klassieke beeld, Sjanne. Zie jij dat in jouw gesprek met zelfstandigen, of heb je daar een genuanceerde beeld over? Ja, ik heb heel veel interviews gedaan met zzp'ers. De teller staat inmiddels op 102 voor een bepaald onderzoek. Dat onderzoek is wel in 2018, 2019 uitgevoerd. Dus het is niet in de corona-situatie. Maar wat me wel erg opviel, is dat heel vaak wordt er gedacht dat zzp'ers bijna niet investeren in een professionele ontwikkeling. Hè, want ze zijn vooral uren aan het maken. Maar uit die interviews bleek echt wel dat de grootste groep, en dan praat ik bijna over de helft, die hebben we dan de proactieve crafters genoemd. Omdat ze echt wel investeren in die professionele ontwikkeling. En echt heel duidelijk op zoek gaan naar, oké, wie wil ik in mijn netwerk en wat moet ik daarvoor doen? Dus die zzp'ers die investeren echt wel in de professionele ontwikkeling en nemen daarin ook wel hun verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk is dat wel heel erg afhankelijk van de sector waarin ze werken. Ja, ja. We hebben ook even gevraagd, en dat kun je op de volgende slide zien, van wat is nou voor jullie het motief als opdrachtgevers om aan goed opdrachtgeverschap te doen. Er zegt ongeveer de helft, dat voel ik als een maatschappelijk verantwoordelijkheid voor onze organisatie. En de tweede grote is 35% die zegt, het gaat vooral, we doen het vanwege de binding met de goede kandidaten. Ik voel hier wel een zeker spanningsveld met de eerdere vraag over wat betekent het nou voor jullie? Want als je het over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt, dan heb je denk ik wel over een wat groter thema dan SEC. Het sturen op een beter rendement gedurende de opdracht, waarbij de individuele rol tussen een zelfstandig professional en de inhurende manager heel belangrijk is. En wat we ook gevraagd hebben is, wat is voor jou nou de grootste belemmering als organisatie om het nu aan een goed opdrachtgeverschap te doen. Nou, 62% de mensen konden hier meerdere opties aan geven. 62% zegt onduidelijkheid in wet of regelgeving. En dat heeft dan weer terug even met die hele wet DBA discussie te maken. Mag ik als organisatie nou wat een opleiding doen waar ook zzp'ers aan deel mogen nemen? Of heel plat geslagen, sommige organisaties denken nog steeds, als er een kerstbol is, maar die was er nu niet, maar de volgende kerstbol, mag ik dan nog een zelfstandige daarbij uitnodigen? Nou, die onduidelijkheid, die belemmert dit wel. En ik vind dit ook wel een belangrijke oproep richting de politiek, dat dit soort, en ik zie toch wel een soort van sociale innovatie, niet belemmerd zou moeten worden door dit soort, wat mij betreft, goede initiatieven. 35% zegt ook van, of nee, 23% voelt weerstand bij zelfstandigen zelf. Oftewel, die zelfstandigen zitten er gewoon niet op te wachten dat een organisatie iets aan goed opdrachtgeverschap doet. Sjanne, ik vond het ook wel opvallend. Ook wel herkenbaar hoor, maar ook wel een stevig getal. Ja. Absoluut. En naar die weerstand bij zelfstandigen. Kijk, goed opdrachtgeverschap is natuurlijk heel breed. Daar valt ontzettend veel onder. En die weerstand die zag ik ook terug in mijn onderzoek. Hè, dat organisaties zeiden van
En die freelancer zit er niet op te wachten. En inderdaad dat die freelancer ook zei van kijk, ik ben ondernemer, ik hoor er niet bij. Maar er zit wel een groot speelveld van vraag je die ZZP'er om mee naar alle teamuitjes? Mag die bij alle vergaderingen aanwezig zijn en bij alle kerstborrels? Ik kan me voorstellen als je als ZZP'er ook bij andere opdrachtgevers tegelijkertijd werkt, dat het ook niet haalbaar is en dat je daar ook niet op zit te wachten. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat we met z'n allen gaan definiëren, wat is goed opdrachtgeverschap nu? Is dat nou echt iedereen eigenlijk meezuigen in die organisatie? Of zit dat veel meer in dat bijvoorbeeld het podium pakken en gewoon het gesprek aangaan over, oké, waar heb je dan wel zin in? Waar zit je als ZZP'er wel op te wachten? En hoe kunnen wij als organisatie daaraan bijdragen? Dus dat betekent ook gewoon navragen bij de zelfstandigen die voor jou werken, of misschien wel nog interessanter bij de zelfstandigen waarvan je zou willen dat ze bij jou komen werken. Ja, absoluut. Dus ga dat gesprek aan. En als je alles maar gewoon overheen rolt en je krijgt dan weerstand, ja, dan snap ik soms ook wel dat er weerstand zit. Maar als je dat het gesprek aangaat en echt probeert in te spelen en te anticiperen op de behoeften, ja, daar zit ruimte, daar zit de winst. Nou, ik denk en ik hoop ook wel dat het hele thema goed opdrachtgeverschap in de komende jaar, als we corona vergeten zijn, echt wel weer wat nadrukkelijker op de aandacht brengt. Want het is wat mij betreft een oplossing voor het punt schaarste, wat genoemd wordt als een hele belangrijke, en het binden daaraan. Maar ook om je rol te pakken in de hele maatschappelijke discussie, die toch een beetje leunt naar flex is slecht. Nou, er gebeuren ook slechte dingen in de flexmarkt, zeker in sectoren die wat minder in dit webinar waarschijnlijk vertegenwoordigd zijn. Maar gewoon laten zien wat je ook als organisatie doet om op een goede manier met externen te werken. Nou, dat is wat mij betreft een prachtig thema om de volgende jaren verder te verkennen. We gaan even naar de laatste vraag toe. En dan als je nu nog vragen tussendoor hebt, beste kijkers, stel ze gerust. Wij zien ze hier binnenkomen, dus daar pakken we graag nog een paar minuutjes de tijd voor. We hebben ook gevraagd over wat zou voor jullie nou als trends bij opdrachtgevers, wat zijn voor jullie de prioriteiten in 2021 dit jaar, maar ook naar volgend jaar. Daar komen eigenlijk drie dingen naar boven. Ook hier mochten mensen weer meerdere trends aangeven. Dus vandaar dat dit ook bij elkaar optelt tot boven de 100. Dan hebben we het 41% zegt een strategische visie op inhuurontwikkeling. Dat is voor ons de komende twee jaar belangrijk. De tweede bullet, ik heb ze een beetje bij elkaar getrokken, omdat ze het wel wat overlap met elkaar hebben. Nou hebben we het toch echt weer over de Total Talent Acquisition. Dat staat dus bij veel organisaties toch echt wel op de agenda. En dan zegt een kleine kwart, wij zoeken managementinformatie, maar KPI's ontwikkelen. Niet over de inhuur, maar over de inzet. Dus gedurende de opdracht dat iemand aan de slag staat. Nou, dit zijn de grote trends die opdrachtgevers aangeven voor de komende jaren. Thijs, hier staan een aantal dingen op waar je vast wat van vindt. En hier staan ook een aantal dingen niet op. Wat lager op het prioriteitenlijstje staan. Ja, ik denk dat met betrekking tot de laatste bullet point, die KPI's, daar hadden we het eerder over. Maverick Buying, dat er heel veel nog buiten het officiële proces om gebeurt. Ik denk dat daar inderdaad wel veel te winnen is. Wat je heel vaak ziet is dat er contractueel afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld leveranciers. Maar er aan de voorkant niet nagedacht wordt hoe je die KPI's aan de achterkant gaat borgen. Dus wat je ook ziet, en daar hebben we ook wel eens onderzoek naar gedaan en is ook wel eens gepresenteerd bij een van onze seminars. Ja, dat er vanuit inkoop ook aangegeven werd dat 95% het idee had dat er in aanbesteding allerlei dingen beloofd werden die niet waargemaakt konden worden. Maar dat wordt ook een beetje in de hand gewerkt door de KPI's die afgesproken worden, maar in de praktijk niet gemeten worden. Ja, leveranciers zijn het op een gegeven moment gewend van, joh, dat verdwijnt onderin een kast en daar gebeurt verder niks mee. Dus ik wil dat punt wel even uitlichten, dat is wel een belangrijke wat mij betreft. En als leveranciers het ook weten, ja, dan beloven ze in aanbestedingen ook gouden bergen en in de afspraken die je met ze maakt ook. Want het wordt daarna toch niet meer gemeten. Ja. Dus die KPI's daarop sturen is natuurlijk super. Maar het begint er wel mee dat je KPI's afspreekt. Waarvan je van tevoren al donders goed weet hoe je dat daadwerkelijk gaat meten. Ja, en daar schort het bij heel veel bedrijven nog enorm aan. Wij nemen vaak zelf onze rapportage mee. Hoe we het gedaan hebben om aan te tonen of we de KPI's gehaald hebben. Idealiter ben je als organisatie zelf in charge en kun je meten of de KPI's gehaald zijn, ja of nee. Ja, je noemt aanbestedingen, maar ik vond het ook wel opvallend. Die stond ook niet op de prioriteitenlijst. En ik heb de hele lijst gezien en die zullen we in de uitgebreide reportage ook nog benoemen, natuurlijk verder uitwerken. Maar het puntje van, we gaan ons aanbestedingsproces
De RFI-fase, een onderzoek met wie gaan we nou samenwerken, dat gaan we nog eens even goed onder de loep leggen. Het bungelt ergens onderaan de prioriteitenlijst. Ja, dat is doodzonde, want als ik de aanbestedingen zie die voorbij komen, af en toe zit er een goede tussen, maar ook heel veel waarvan ik me dan afvraag wat de relevantie is van sommige vragen. En ik denk dat daar wel aardig wat in te winnen is. We hebben ook daar in die seminars vaak aandacht aan besteed. Notabene ook sprekers uitgenodigd van een aanbesteding die we verloren hadden, ja, maar die echt een waanzinnig mooie aanbesteding gedraaid hadden. Ik denk dat daar echt nog wel veel te winnen is. Maar daarin zit ook besloten die KPI's. Want een heel belangrijk onderdeel van die aanbestedingen zijn vaak die KPI's. Dus ik vind eigenlijk dat het sturen op die KPI's weer onlosmakelijk verbonden is met een goede aanbesteding aan de voorkant, waarin je ook KPI's oplegt en ook bedrijven daarop kunt afrekenen uiteindelijk. Ja. Dus ja, het hangt een beetje met elkaar samen, denk ik. Sjanne, voor jou laatste vraag even. Hier staat strategische visie ontwikkelen. Hè? Ik denk dat dat in jouw achtergrond is HR. Nou, daar hebben we natuurlijk ook vaak denk ik discussies over. Wat volgt daar op het een op het andere? Aan de ene kant strategische visie. Nou, kan je prachtige rapporten over schrijven, dikke boeken over doen. Nou, dan ligt die er. Het gaat uiteindelijk ook over hoe je dat ook rationaliseert. Hoe voel jij, zeker als je het hebt over goed opdrachtgeverschap, dat inclusief HR-beleid voor zelfstandigen, het verschil tussen strategische visie en meer praktisch tooling en dat soort zaken? Ja, ik ben heel blij dat het ook best wel hoog op de agenda staat, als ik de cijfers zo zie. En ik denk eerst dat het echt begint met strategie. Dus inderdaad, eerst kijken van oké, waarom huren we nou eigenlijk die externe in? Is het vooral om de flexibiliteit? Is het vooral om de expertise? Of gaat het echt om een combinatie? En dat je eerst gaat kijken, oké, waarom huren we mensen in? En wat willen we van ze? Wat is onze cultuur in de organisatie? En hoe kunnen we daar nou een vorm aan gaan geven die dan veel praktischer toe te passen en te implementeren is op de werkvloer? Dus eerst starten met strategie. Waarbij je dus ook de cultuur meeneemt waarin de werknemers, de vaste kern zit. En van daaruit ga je het dus heel concreet maken van oké, en wat kunnen we dus wel en niet doen? Kunnen wij een ZZP'er meenemen bij een training die voor iedereen geldt? Zitten daar niet extra kosten aan verbonden? Of gaan we echt veel meer bijvoorbeeld in plaats van dat we die ZZP'ers gaan managen, wat je volgens mij sowieso niet moet doen, maar dat je ze wel bijvoorbeeld een klein stukje mee gaat coachen. Heel laagdrempelig van oké, waar kunnen we je naartoe brengen en hoe kunnen we jou als organisatie ondersteunen. Maar het belangrijkste is dat alles wat je op de werkvloer doet, wel aansluit als het ware een match is met de strategie die erboven hangt. Mooi. Nou, ik denk dat dat een goede wijze les is, ook als afronding van dit webinar. Thijs en Jeanne-Marie, enorm bedankt voor jullie reflectie op deze voorlopige cijfers van dit onderzoek. Zoals ik in het begin al zei, als je aan opdrachtgeverskant mee wil doen aan het onderzoek, dan kan dat nog steeds. We hebben behoorlijk wat gespons, maar alles helpt nog. En het voordeel is als je hem invult, dat je ook de uitgebreide rapportage toegemaild kan krijgen als je daar nieuwsgierig naar bent. Dus dit was nog even de link en stuur mij anders een mailtje als je hem nu niet even snel opgeschreven krijgt. Ik heb hem naar bijna iedereen ook wel even toegemaild eerder deze week. Goed, dat was het eerste webinar van deze dag over trends rond inhuur van extern personeel. We gaan ons opmaken voor de rest van het programma. En straks ga ik met Edward Belgraven praten over het sociale zekerheidsstelsel. Weer een heel ander onderwerp, maar het heeft hier dan ook wel weer mee te maken. Een aantal onderwerpen komen zeker aan bod, ook weer om 12:30 en om 13:30. Als je het hebt over kostenbesparing en wat die trends nou zijn rond inhuren, total talent management. En wat dieper ingaan op de HR-tech trends die er zijn. Goed, nou, dit was het voor nu. Dank voor jullie aandacht en wellicht bij een volgend webinar van ons. Tot ziens.